Welkom alle kijkers, welkom u thuis, welkom iedereen die live kijkt en welkom iedereen die op een later moment dit webinar terugkijkt. Dit webinar gaat over 100 jaar insuline. Insuline bestaat 100 jaar, het is de Diabetes Awareness Maand, het moment om stil te staan bij het ongelooflijk belangrijk medicijn, het levensreddende medicijn, insuline. Vanavond heb ik een aantal gasten aan tafel. Dank eerst voor al het geduld voor het opstarten. Er was even wat met de techniek. We zeiden hier aan tafel al, als je dan lekker live in de zaal zit, dan vul je dat toch anders in. Maar dat hebben wij ook gedaan. Welkom Ilse Langelaar. Welkom Ellie Rietveld. Welkom dokter Harold de Valk. Wij gaan vandaag het hebben over 100 jaar insuline. Mag ik de presentatie? Ja, ik ben Ingrid Wiegers en we gaan het vandaag hebben over een stukje historie van de insuline. We gaan op ontdekkingsreis en we gaan vooral de impact en de ervaring horen van een aantal gasten hier aan tafel. Ilse, Ellie en Margreet is helaas niet hier aanwezig in verband met een verkoudheid. Maar zij zal straks via de telefoonverbinding aanwezig zijn. We gaan het ook hebben over de toekomst van insuline. Want we gaan ook echt vooruitkijken. En dat doen we met Harold de Valk. Dr. Harold de Valk die zal echt kijken naar de techniek, de insuline en de toekomst en de innovaties. Er is natuurlijk weer gelegenheid tot het stellen van vragen. Dat kan gedurende het hele webinar. Het webinar duurt tot ongeveer 9:15, maar we zijn 10 minuutjes uitgelopen. Dus we rekenen een beetje zo tegen 9:30, denk ik, dat we klaar zijn. Maar u kunt dus nu al vragen stellen. Het is heel fijn als u de vraag even vraagt aan degene aan wie u de vraag zou willen stellen. En anders deel ik de vraag natuurlijk toe aan een van onze tafelgasten. Zoals ik al zei, 100 jaar insuline. Het is Diabetes Awareness Maand. En ja, 100 jaar insuline. Het is een levensreddende behandeling. Dat weten we. 1921 heeft Banting en Best, die hebben insuline gehaald uit een hond. Daarna uit andere soort, uit varkens. Ellie hier aan tafel zal er straks iets over vertellen, want zij weet dat nog. Want Ellie heeft al meer dan 60 jaar type 1 diabetes. In 1922 was er een 14-jarige jongen die nog maar 29 kilo woog. En hij kreeg als eerste insuline toegediend. En in 1923 werd de Nobelprijs voor Banting en collega's toegekend. En dat is natuurlijk echt geweldig. En 1978 de eerste synthetische insuline. Nou, daar gaan we het over hebben. En dat draagt natuurlijk ongelooflijk bij aan onze missie van JDRF. Het versnellen van levensveranderende doorbraken voor het voorkomen, genezen en behandelen van type 1 diabetes en haar complicaties. En dat doet JDRF internationaal door het elke dag weer te werken aan het genezen, het voorkomen en het behandelen van type 1 diabetes. En type 1 diabetes, daar gaat echt heel veel onderzoek, wordt heel veel onderzoek naar gedaan. We zeggen altijd van type 1 naar type geen. We willen natuurlijk echt dat type 1 de wereld uitgaat. Maar tot die tijd is er insuline en zijn er hele mooie technologieën die het leven draaglijk maken. Maar dat is voor iedereen heel erg verschillend. En dat zullen we vanavond ook horen. Wat JDRF International ook doet, is samenwerken op internationaal niveau. Insuline is in Canada ontdekt. En JDRF bestaat in Amerika, bestaat in Canada, Australië, Israël, Engeland. En we werken samen om onder andere de World Health Organization te adviseren om dat iedereen echt toegang moet krijgen tot insuline. En niet alleen maar toegang tot insuline, maar ook recht heeft in de wereld op een diagnose. Want het is toch niet zo, het kan toch niet zo zijn dat wij de zorg krijgen en de diagnose krijgen die er al is. En waar ook ter wereld dat het nog niet overal toegankelijk is. Daar maakt JDRF zich ook echt voor sterk internationaal.
Nou, wat we hebben gedaan afgelopen weken, omdat het Diabetes Awareness Maand is, hebben wij een onderzoek gedaan. Eigenlijk vooral over de bekendheid van type 1 diabetes. En er is best wel wat over te zeggen. Want het blijkt dat minder dan de helft eigenlijk weet wat type 1 diabetes is. En ik heb een paar feiten. U kunt het persbericht nalezen op onze website. Maar het feit dat bijvoorbeeld maar 9% van de Nederlanders beseft dat het weer een ongelofelijke impact heeft op de bloedsuikerspiegel. Maar ook slaap, hadden we het net over aan tafel. Dat slaap ongelofelijke impact heeft en belangrijk is voor de bloedsuikerwaardes. De psychische impact hebben we gemeten. Maar ook dat 39% van de Nederlanders denkt dat type 1 diabetes komt door leefstijlgewoontes. Nou, er is natuurlijk heel veel onbekendheid tussen de verschillen van tussen type 1 en type 2. We hopen daar door dit soort webinars wat meer duidelijkheid over te geven. En nou ja, we gaan voor genezing als JDRF internationaal. En 19% van Nederland denkt dat type 1 al te genezen is. En daar zijn we nog niet. Want daar is heel veel geld voor nodig. Bart Roep heeft meegewerkt aan ons persbericht. En hij zegt ook onze inzichten in het ontstaan van type 1 diabetes. Die zijn afgelopen jaren radicaal veranderd. En hierbij dienen zich nieuwe opties aan om deze rotziekte, zijn eigen woorden, te stoppen en te genezen. Nou, dat zullen de mensen hier aan tafel vandaag omschrijven. Nou, er zijn een aantal spelregels even vandaag. Nogmaals, de chat staat open, maar u kunt ook doneren. Er komt regelmatig een QR-code in beeld en daar kunt u op scannen. En nou ja, dit webinar is gratis, onderzoek niet. Er is heel veel geld nodig en weet dat dat internationaal en in Nederland heel erg goed terechtkomt. Ik laat nu een korte video zien en dat gaat over de tijdlijn van insuline. Dus van 100 jaar geleden tot aan nu. Hoe hoopgevend dat er steeds meer ontdekkingen worden gedaan door de wetenschappers all over the world. En dat er steeds weer nieuwe ontdekkingen worden gedaan. En dat die wetenschappers met elkaar samenwerken om uiteindelijk naar die oplossing te gaan. Ook bijzonder dat pas in 1959 het verschil tussen type 1 en type 2 is vastgesteld. Dus dat zijn bijzondere inzichten. 100 jaar insuline, een levensreddend iets. We gaan nu over naar Margreet. Margreet van der Werf. Zij is moeder van een dochter met type 1 diabetes. We zagen haar al even in beeld. En wij gaan... Margreet, jij hebt een dochter. En haar naam is Lisa. En zij is 4 jaar oud. En volgens mij was zij heel jong toen zij de diagnose kreeg. Kan jij iets over de diagnose en over haar vertellen? Jazeker. Mijn dochter Lisa, onze dochter, die was 9 maanden oud toen zij diabetes kreeg.
En dat was eigenlijk vrij plotseling. Wij dachten dat zij griep had. En toen is zij in een coma geraakt. En toen bleek dus dat ze een hele hoge waarde had boven de 50. Zo, wat heftig om te horen. En zo klein. En toen was er het ziekenhuis, toen was er insuline. Toen waren er hulpmiddelen. Hoe kan je iets vertellen over de reis die je hebt gemaakt de afgelopen jaren? En wat insuline en de medische hulpmiddelen voor jullie als gezin hebben betekend? Ja. Kijk, in het begin word je heel erg geleefd als je kind de diagnose diabetes krijgt. En gaandeweg, je ziet toch wel dat diabetes hebben is heel erg maatwerk. Voor iedereen werken andere dingen toch net iets beter dan voor de ander. Ontdek je wat werkt voor jouw kind. En je ziet ook dat zo'n klein kind zich heel erg ontwikkelt in de tijd. Dus wat goed werkte voor een baby, werkt niet zo goed voor een kind van 1. En een kind van 2 of 3 of 4 is ook weer totaal anders. En dat zie je bijvoorbeeld in de opname van voeding. Als ik een stuk banaan gaf aan een baby, dan was dat in 10 minuten aan in de bloedbaan. En inmiddels is er 4 en duurt dat 25 minuten. Al dat soort ontdekkingen doe je. En je doet ook ontdekkingen over het lichaam. En hoe je daar het beste mee om kan gaan. Want als ouder wil je natuurlijk maar 1 ding. En dat is dat je kind gelukkig is en gezond. En dat betekent voor ons dat wij de bloedglucosewaarden ook zo goed mogelijk willen houden. En daar dus altijd dag en nacht op anticiperen. Ellie, jij hebt al meer dan 60 jaar type 1 diabetes. Kan jij iets vertellen op het moment dat jij de diagnose kreeg? Ja, daar weet ik dus zelf niets van, want ik was 3. Dus mijn moeder die had last van een dochtertje van 3... wat erg veel wilde drinken en jaloers was op de eendjes in de sloot... die meer water hadden als dat ik van haar kreeg. Dus toen is ze met mij naar de huisarts gegaan... en binnen een paar uur lag ik in het ziekenhuis met de conclusie diabetes... Dus ik denk dat het voor mijn ouders veel heftiger was. Ja, ja. Ik vond het leuk, want ik lag op kinderzaal met allemaal kindjes. Ik vond het wel gezellig. Ja, en wat betekende insuline toen al? Toen was je 3, 4 jaar oud. Ja. Wat betekende insuline toen? En hoe moest je dat toedienen? Kan je er iets over vertellen? Nou ja, het was voor mij natuurlijk levensreddend water. En ja, iedere morgen werd ik door de zuster geprikt... En dat was, als kind van 3 is dat niet leuk. Dat weet je, dat doet zeer. En dat is eng. Maar mijn ouders hadden de manier gevonden dat iedere morgen kreeg ik een prik. En eens in de week kreeg ik een opgepoetste stuiver. En zo hebben ze me dat geleerd om dat te accepteren. En de ontwikkeling is natuurlijk enorm gegaan. Van het prikken en het spuiten naar de moderne technologie. Hoe is dat voor jou geweest door al die jaren heen? Nou, ik denk dat het mede geholpen heeft. Met het feit dat ik ze altijd nauwgezet heb gevolgd. De ontwikkeling. Ik vond het heel belangrijk. Het heeft gemaakt dat ik 3 gezonde kinderen heb gekregen. Met... de toenmalige kleurstripjes. Dat heeft toch ervoor gezorgd dat ik mijn waardes goed hield. En nu is het leven wat makkelijker geworden om mijn bloedsuikers in de gaten te houden. Met een pomp en een sensor. Ja. En met complicaties wil je je waardes zo goed mogelijk houden, is mijn insteek. Ja, ja, ja. Ja, hetzelfde wat Margreet net ook zei, hè? Van zo goed mogelijk die waardes houden om je kind zo goed mogelijk een goede toekomst te geven met zo weinig mogelijk complicaties. Ilse hier aan tafel, nog maar 2 jaar geleden de diagnose gekregen, volop in het leven en dan in 1 keer word je ziek. Hoe is het bij jou gegaan? Nou ja, ik zat midden in mijn afstuderen toen ik eigenlijk alle klachten kreeg rondom het bekende dorst. Heel veel drinken, echt heel veel afvallen in korte tijd. En ik was eigenlijk net afgestudeerd toen mijn moeder me een glas water zag drinken. Alsof ik een maand in de woestijn had geleefd, zei ze zelf. En die schakelde eigenlijk gelijk van dit klopt niet en ik denk dat je diabetes hebt. Ook uit oogpunt dat ze natuurlijk verpleegkundige is, waardoor ze net die... schakeling iets sneller had. En toen is eigenlijk het hele balletje gaan rollen. En met bloedonderzoek bleek inderdaad dat ik diabetes had.
Dus ja. Wat gebeurt er dan in je leven? En hoe belangrijk is dan insuline en de technologie daarbij? Hoe kan je daar iets over zeggen? Nou, ik vond het heel moeilijk omdat ik net was afgestudeerd. Ik was net een baan begonnen. Nou, ik was op zoek naar een huis en in één keer kwam daar diabetes bij. Maar daarbij was wel al gelijk van, weet je, je kon het gebruik van insuline. Als je dat goed eenmaal onder de knie zou hebben, dan was het goed. Althans, dan kon je er redelijk goed mee leven. Zo werd mij verteld in het ziekenhuis. Dus ja, de insuline bracht mij gelijk dat ik dacht, oké, ik kan gewoon nog steeds heel veel dingen doen. Alleen ik heb iets meer focus nodig om mezelf goed te houden. Ja, ja. Je werkt zelf in de zorg en komt ook van alles tegen. Is dat goed? Is dat te combineren? Jouw baan en alle pieken en dalen die daarbij horen in combinatie met je type 1? Ja, gelukkig wel. Ik werk in een ziekenhuis, maar ik zit op kantoor. En dat maakt denk ik wel voor mij dat het makkelijker is om te combineren. Want als ik inderdaad in een hypo zit of in een hyper, dan kan ik ook gewoon even mijn werk neerleggen. En eerst even zorgen dat ik mezelf goed kan verzorgen voordat ik weer verder ga. Wat het wel heel lastig maakt af en toe is dat je, ja, wel als je in een vergadering zit en je zit wel in een hypo of een hyper. Ik ga heel raar brabbelen. Dus dan is het ineens dat mensen denken, wat ben je aan het doen? Ja. En dat vind ik wel heel moeilijk. Omdat je zelf gewoon niet die grip erop hebt. En dan moet je echt gewoon eerst voor jezelf zorgen voordat je eigenlijk het gesprek verder kan voeren. En kondig je dat aan in gesprekken als je vergaderingen hebt? Ik kan me voorstellen dat je bij collega's die je goed kent, dat het heel wat makkelijker is dan. Maar hoe doe je dat in werksituaties? Nou, ik ben er laatst achter gekomen dat iemand eigenlijk achter mijn rug om zei van dat ik het inderdaad heel moeilijk kon uitleggen. En dat iemand anders ook zei van, joh, kan dat niet door de waarde komen waar ze op zat? Het was, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar zelf heb ik dat eigenlijk nooit aangegeven. En juist door die opmerking dacht ik, oké, misschien moet ik de volgende keer wel gewoon even open kaart spelen met, joh, mijn waarde is gewoon even op dit moment minder goed. Ik kan gewoon iets warriger overkomen en dat komt zo meteen wel weer goed. Maar dat bracht wel eventjes dat ik dacht, oké, ik moet hier toch iets meer benadrukken als het wel zo is. Ja. Hoe was dat vroeger? Kon je erover praten? Of ja, was het ik ben wat dat betreft denk ik heel goed opgevoed. Met openheid over dat ik diabetes had. En daar hoefde ik me niet voor te schamen. Nee. Het was gewoon iets voor mij wat erbij hoorde. Dus ik heb me altijd openlijk en overal bloedsuiker geprikt en gespoten. Ja. Zonder dat ik me ervoor schaamde. Ja. Dus ik denk dat dat mede dankzij mijn ouders is. Wat zijn de belangrijkste, grootste ontwikkelingen door al die jaren heen, Ellie, die jij in positieve, maar ook misschien wel in negatieve zin hebt meegemaakt? Het eerste positieve was de weggooispuiten. Want daarvoor moest je ze gewoon dagelijks uitkoken. Nare naaltjes die je iedere keer moest herbruiken. Mijn moeder bracht ze zelfs naar de apotheek om ze te laten slijpen. Ja, dus zie je wat in beeld. Ja. Dus dat was wat minder. Nou, en toen de gekleurde stripjes om je bloedsuiker te meten. Ja. Dat was zoals ik net zei. Dat en de soort insuline, is dat ook heel erg veranderd door de jaren heen? En wat ik ben begonnen met 1 soort, 2 soorten, 3 soorten. En dan die naald laten zitten en na elkaar erin spuiten. Dus daar zat al verschil in. En toen van de varkensinsuline, waar ik eczeem van kreeg, naar de humane insuline. Dus dat was voor mij alweer een verbetering. Ja. Ja, en dan nu 1 soort in de pomp. Dus dat is alweer anders. Ja, ja. Wat ongelooflijk, die ontwikkelingen van insuline door al die jaren heen. Jij hebt natuurlijk nog maar 2 jaar type 1. Ja. Je bent begonnen met spuiten en zelf. Daarna ben je overgegaan op de pomp. Wat voor impact heeft dat op jouw kwaliteit van leven? Nou, ik ben heel erg bang voor naalden. Althans, dat was ik. Inmiddels ben ik wel redelijk over die prikangst heen. Maar ik vond het gewoon in het begin doodeng om mezelf te moeten prikken. Al met bloed prikken, viel ik al flauw. Of met mijn oorgaatje schieten, viel ik al flauw. Dat je in één keer een naald in je eigen buik moet steken of in je eigen been, voelt gewoon heel erg tegenstrijdig. De eerste paar keren deed ik daar ook gewoon echt wel 10 minuten tot 15 minuten over om überhaupt die naald bij mezelf in te brengen. Op een gegeven moment, je moet wel. En je steekt steeds vaker natuurlijk die naald in je. Dus
ik ben er uiteindelijk wel aan gewend en durfde over te gaan op het gewoon volledig zelf beheersen natuurlijk. Maar het is wel even een levensverandering die je moet doorgaan. En nu met de pomp geeft het gewoon zoveel meer rust dat ik niet meer 10 keer op een dag een naald in mezelf hoef te steken. En dat ik gewoon 1 keer per 3 dagen er een infuus in schiet. En ja, dat geeft voor mij gewoon heel veel meer rust met überhaupt het toedienen, maar ook dus gewoon met het naaldgebruik. Wat fijn dat die ontwikkelingen er zijn. Er is ondertussen een vraag van Jan en Ellie of jij bijwerkingen hebt na 64 jaar type 1. Ja, daar ontkom je vrijwel niet aan, denk ik. Ondanks dat de waardes redelijk zijn om HbA1c best netjes. Maar ik heb neuropathie, een trage maag en limited joint mobility. En mijn hart wil af en toe wat brokken geven. Ja. Maar voor de rest is het leefbaar. Het is leefbaar door de ontwikkelingen, door de insuline, door de 100 jaar ontwikkeling en insuline. En daardoor kun je het ook je waardes beter houden. Ja, ja, ja. Dankjewel, dus Ellie. Er is ook een vraag voor Margreet, maar die hebben we niet meer in de uitzending. Margreet heeft een, ik kan dat nog wel even toelichten. Margreet heeft een dochter en die gaat sinds kort naar school. En ze gaat naar school met type 1. En Margreet heeft besloten om haar dochter zo goed mogelijk te begeleiden. En begeleidt haar op school met de techniek op afstand. En bedient dus haar pomp en zorgt dat haar dochter... Oh, ik zie dat Margreet in de uitzending is. Ik probeer net te vertellen hoe het is voor jou dat jij op school jouw dochter begeleidt. Kan je het zelf enigszins toelichten hoe je dat doet? En hoe jullie dat als gezin aanpakken? Jazeker. Lisa heeft een pomp, dat is de 780G van Medtronic, met een continu glucose sensor. En daar zit een app bij en dat stelt mij in staat om op afstand te kijken hoe Lisa haar glucosewaarden zijn. En eventueel bij te sturen als dat nodig is. En dat doe ik dan ook, hè? Want dat merkten wij ook. Dat ik heb hiervoor nog gewerkt en daar hadden wij thuiszorg. Maar ik moest toch best wel vaak naar huis omdat er wat was met mijn dochter. En uiteindelijk was ik zoveel aan het reizen dat dit uiteindelijk voor het totaalplaatje gewoon het meest rustige was. En de docent hoeft zo ook niet op te letten. Die kan zich volledig focussen op de les. En ik doe de bloedglucosewaarde. Maar dit betekent dus, Margreet, jij doet de bloedglucosewaarde vanuit school dichtbij. Dus in een aparte ruimte om te zorgen dat jouw dochter gewoon naar school kan. Klopt, ja. Zo. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ze heeft het enorm naar de zin. En ze heeft ook een heel goed HbA1c. Dat is vorige week donderdag ook nog gemeten. En dat was 5,8%. Dus dat is volgens mij heel netjes. Nou, ongelooflijk. Ongelooflijk dat je dit wil delen. En Margreet, dank ook. Want Margreet heeft haar baan opgezegd voor haar dochter. Maar heeft zich wel vervolgens aangemeld om vrijwilliger te worden bij JDRF. En schrijft ze nu en dan voor ons. En vertaalt wetenschappelijke content voor ons. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Ellie is ook een vrijwilliger voor ons. Die soms helpt met evenementen. En grote dank daarvoor. Ik heb nog één vraag voordat we overgaan naar de inhoudelijke presentatie. Ilse vraagt, mijn diabetesverpleegkundige adviseert om naar een pomp over te stappen. Hoe is het om de hele dag een pomp op je lijf te hebben? Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. En die is voor iedereen heel anders, weet ik, door alle gesprekken. Maar misschien, Ilse, kan jij er iets over zeggen? Jazeker. Wat ik heb gedaan is eigenlijk met mijn DVK gesproken over dat ik inderdaad over wilde op de pomp. En toen heb ik een demopomp kunnen krijgen van Omnipod. Waardoor ik 3 dagen met een Omnipod gewoon op mijn arm geplakt kon ervaren hoe ik dat vond. En ook met slapen, met sporten, hoe ik dat heb ervaren. En daarnaast heb ik ook van Medtronic kreeg ik ook een proefpomp mee. Niks deed het, maar gewoon het infuus erin schieten. Zorgen dat dat draadje eraan zit. En ook daar 3 dagen mee gelopen. En op basis daarvan eigenlijk mijn eigen keus gemaakt. Ik vond de Omnipod, heb ik een pomp met draad. En bij mij is die keus gemaakt juist op basis van mijn sporten. Omdat ik met die Omnipod het gewoon toch met het sporten. Als er een bal op komt, ik doe volleybal. Met duiken. Het is gewoon niet handig. Ik wil gewoon mijn pomp kunnen afkoppelen. En dat kan dus met draad.
En ik heb juist door die twee verschillende systemen te kunnen uittesten, op basis daarvan heb ik mijn keus gemaakt. En hoe ver ik ook inderdaad tegenop zag dat ik continu een pomp met draad aan mijn lichaam zou hebben. Met slapen, met waar je naartoe gaat, nou, met een jurk dragen, noem het allemaal maar op. Valt het me eigenlijk heel erg mee. Tuurlijk blijf ik een keer achter een deurknop hangen. Ja, dan is het niet zo fijn. Of valt je pomp uit je broek en trek je het hele infuus mee. Dat zijn de mindere fijne momenten. Ja. Maar juist, het heeft me zoveel meer bijgedragen dan met de pennen. Dus ja. Het zit mij eigenlijk niet meer vaak in de weg. En het is dus ook heel fijn dat je dingen mag uitproberen van verschillende leveranciers, verschillende fabrikanten, et cetera, om te kijken wat bij je past. Ja. Dat zou ik zeker bij het ziekenhuis vragen, want er zijn echt wel mogelijkheden tot. Het is een mooi bruggetje. We hebben op 2 december een volgend webinar. Dat gaat over medische technologie, MedTech. Dan is er ook een gelegenheid om met diverse leveranciers van de technologie vragen te stellen in aparte deelpresentaties en deelrooms, om maar zo te zeggen. Maar daarover later meer. Dank Ilse, dank Ellie voor jullie input. Misschien als allerlaatste vraag. De toekomst van insuline, waar moet dat aan voldoen? Of is er een toekomst voor insuline of is er een andere toekomst? Nou ja, geen diabetes is de toekomst, hoop ik. Ja. En ik hoop dat er insuline komt die werkt voor langere termijn. Dus bijvoorbeeld 1 keer in de maand of 1 keer in de week. Ja. Dan laten we maar ergens mee beginnen. Ja. Dat is mijn hoop. Ja. Daar sluit ik mij denk ik bij aan, ja. Zeker. Ja. Nou, laten we de ontwikkelingen hopelijk heel snel gaan. En dank voor jullie deelname. Jullie blijven hier natuurlijk aan tafel om straks de vragen uit de chat verder mee te kunnen beantwoorden. Ga ik nu heel graag over naar dokter Harold de Valk. Als internist en endocrinoloog verbonden aan het UMC Utrecht, maar vooral dokter. Ja. U ziet heel veel patiënten in de spreekkamer, vooral met type 1 diabetes, zwangerschapsdiabetes, en heeft naast uw werk als arts nog allerlei andere rollen. Maar u doet ook onderzoek naar vooral de verbinding tussen naar insuline en technologie. Ja, wat is de belangrijkste, wat is de grootste doorbraak geweest de afgelopen paar jaar op het gebied van? Dat is denk ik zonder twijfel de revolutie in de sensortechnologie, in het meten. En dat je continu kan meten, dat je ook makkelijk kan meten, dat je ook heel makkelijk kan zien zonder dat iedereen hoeft te weten wat je hebt. En in zijn algemeenheid geldt dat als je kijkt naar pomp en sensoren, wat de grootste impact heeft gehad, dat toch wel de sensor is geweest en de verschillende sensoren die er zijn en ook de interactie tussen pomp en sensor. Ja. En dat gaat razendsnel. Dat is een voordeel en een nadeel, omdat je moet bijhouden wat de mogelijkheden zijn en je moet ook heel goed realiseren wat de voor's en de tegens van elke vorm van technologie en interactie tussen de onderdelen zijn. En dat is dat kan bijna een dagtaak zijn. Ja, en dat is per individu natuurlijk ongelooflijk verschillend per patiënt. Ja, het is heel belangrijk om goed te realiseren wat het doel is wat je wil nastreven. Wat maakt een nieuwe stap? Wat maakt dat voor jou waardevol? Waarom doe je het? En dat is heel belangrijk om dat van tevoren met je verpleegkundige of met je dokter door te spreken. Van goh, wat is nu het belangrijkste? En elk doel is goed. Er is geen waardeoordeel. Hè, van als je zegt van ik wil iets hebben waardoor ik heel goed en heel intensief kan sporten. Nou, dat is dan misschien een andere combinatie dan dat je zegt van ja, ik wil graag mijn tentamens in 1 keer halen. Of goed slapen. Ja, of goed slapen, dat is ook zo eentje. Ja, zeker. U heeft een verhaal voorbereid. Het gaat echt over technologie, over wetenschap en over de toekomst. Aan u het woord. Dankjewel. Ik hoop dat ik de technologie goed bedien. Wat heel belangrijk is om te kijken van hoe is nou eigenlijk de normale situatie en waarin verschilt dat met de situatie als je diabetes hebt. En eigenlijk is de glucose- en insuline-economie een prachtig systeem. En er zit geen pijltje op, geloof ik. De groene. Als je links kijkt, zeg ik, wat gebeurt er nu als je glucosewaarde in het bloed stijgt? Normaal gesproken gaan je beta-cellen dan insuline maken. En het is belangrijk om te realiseren dat het niet alleen insuline is wat een rol speelt, maar ook glucagon, het tegenhormoon van insuline. Als je insuline aan gaat maken, ga je glucagon afremmen. Want glucagon verhoogt je glucosewaarde
En insuline verlaagt het. Dus dat is een heel mooi systeem. Dus dat betekent als je die glucosewaarde gaat stijgen in je bloed, normaal gesproken heb je dus minder glucagon en meer insuline. Door die meerdere insuline gaat je glucosewaarde in het bloed weer omlaag. En uiteindelijk kom je op een soort vaste steady state. Maar insuline doet meer. Want hoe werkt insuline nou? Hoe krijg je nou met insuline je glucosewaarde weer normaal? Dat betekent dat je insuline, die gehecht zich aan de insulinereceptor van de cel. En niet elke cel in het lichaam heeft een insulinereceptor, maar dat zijn er maar een aantal. Daardoor komen er allerlei veranderingen binnen in de cel. En dat betekent ook dat insuline niet alleen op je glucose werkt, maar een heleboel andere effecten ook nog heeft. Dus insuline is een enorm nijver bijtje. En die doet van alles en nog wat we niet weten. En nou mis ik daar, ja. Hoe gaat nou die glucosewaarde naar beneden? Door die insuline, die zet een kanaal open. Dat heet de GLUT 1, 2, 3 of 4. En dat zit op verschillende organen. En daardoor, als dat poortje open gaat, verdwijnt de glucose in de cel, totdat het weer normaal is. Het is eigenlijk een prachtig systeem. Het is bizar mooi in zijn eenvoud. Maar het kan natuurlijk ook misgaan. Als je zegt van waar zitten nou de innovaties? Dat zit in de insuline zelf. Dat zit in de toediening of de beschikbaarheid van insuline. En ook de digitale technologie. Dan ga ik de verkeerde kant op. Nee. Dus wat ik wilde vertellen. Iets over insuline. Iets over de toediening. En iets over de digitale technologie. Als je kijkt naar de insuline, een belangrijke rol is natuurlijk van hoe vervelend of hoe niet vervelend is het gebruik van de insuline. En hoe kan je dat makkelijker maken? En er is een term dat heet inertia. Dat is een soort lamlendigheid. Van als je zegt van mijn glucose is wel hoog, maar ik wil eigenlijk niet geen insuline nu gebruiken. Of ik ben bang voor een hypo. Kan het best zijn dat je denkt van nou, ik stel het nog even uit. En vervolgens wordt die nog hoger en nog hoger en nog hoger. En dat is het probleem. Als je zegt van wat zou nou een gebruiksvriendelijke insuline zijn? Dan kan je zeggen van, nou, het moet een betrouwbaar werkingsprofiel hebben. Het moet elke keer als je spuit ongeveer hetzelfde zijn. Nou is dat niet zo makkelijk, omdat je dat in het onderhuidse vetweefsel spuit. En de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. Dus de betrouwbare werkingsprofiel is soms wel wat moeilijker. En natuurlijk ook de werkingsduur, kortwerkend of langwerkend. En combinatie met andere middelen, dat is natuurlijk nu heel erg een hot topic. Van dat je bijvoorbeeld als je een type 2 hebt, de insuline met andere middelen kan combineren. En misschien dat ook nog in de toekomst voor een type 1 ook zo is. En dan wordt als het ware de werking en de beschikbaarheid van de insuline beter. Dus insuline een belangrijk issue, maar wat hebben we nu waar aan gewerkt wordt om het te verbeteren? En dat is de ultra langwerkende insuline. En het werd net al keurig netjes een voorzet gegeven van goh, als het nou één keer per week zou zijn, dat zou toch heel veel schelen. Nou, er zijn verschillende fabrikanten die bezig zijn met het maken van een insuline die dus zodanig veranderd is dat het wel werkt, dat het wel op die receptor aanhecht, maar dat het op een veel langzamere manier uit het onderhuidse vetweefsel gehaald wordt of vrijkomt en zich ook aan bijvoorbeeld bloedeiwitten bindt. Dat zijn een aantal mogelijkheden om dat te doen. En de tests zijn aan de gang. Maar ontwikkeling van een nieuw insuline, dat duurt jaren en jaren. Want het moet wel veilig zijn. En niet alleen veilig als middel wat je toedient, maar ook veilig in het gebruik. En je kan het in het laboratorium kan je het heel netjes nabootsen. Maar ja, als in werkelijkheid moet het geen problemen geven als je vandaag eens heel hard moet fietsen of morgen met de auto gaat. Ja, daar moet je dus wel over nadenken. Dus die tests zijn aan de gang. Ik heb één middel meegenomen, dat is de insuline Icodec. Maar er zijn er nog veel meer, ook van andere fabrikanten. Langwerkend insuline, dus één keer per week bij type 1 en type 2 diabetes. En de tests zijn aan de gang. Dit is echt het plaatje wat ik wilde laten zien van hoe doe je dat nou? Hè? Hoe maak je nou insuline anders? Als je nou linksonder kijkt, al die letters, dat is je normale insuline. Wil je de opname uit het onderhuidse vetweefsel veranderen, daar moet je dus iets aan die
aan die insuline veranderen, dat het langzaam gaat. En dat kan bijvoorbeeld, zoals bij deze, een ander stuk eiwit of een ander stuk vetzuur. Dat is een hele wetenschap op zich. Daar heb ik totaal geen verstand van. Alleen dat je zegt van, het profiel wordt anders. En eigenlijk is het een hele mooie ontwikkeling dat als het inderdaad zo zou zijn, dat je 1 keer per week hoeft te injecteren. En eigenlijk doet die insuline dan voor de rest van de week het werk en hoef je niks te doen. En het zou best kunnen zijn dat iemand zegt van, zo'n pomp is wel leuk, maar ja, het heeft ook nadelen. Nou, misschien als ik nou elk weekend rond 12 uur op zondagmiddag kan spuiten, vind ik dat een veel beter alternatief. En dan hoeft ook niemand door de week te zien dat ik eigenlijk iets heb. Dus het kan ook iets aan de zichtbaarheid en ook aan die inertia doen. Ja. Toediening van insuline is natuurlijk lastig, omdat je zegt het is een eiwit. En een eiwit die dat in de maag komt, wordt in principe afgebroken. Tenzij je allerlei andere trucs uithaalt. Als je oraal insuline zou willen geven, als je dat als pil zou willen geven, moet je een megadosis geven, omdat het grootste deel wordt afgebroken. Dat betekent dus dat insuline dan ook mega duur wordt, want je moet heel veel insuline geven. En dan is natuurlijk de vraag van, is de opgenomen dosis wel goed? En elke dag gelijk het niet dat het ene dag wat meer is en de andere dag wat minder. Wanneer als je hoge dosis hebt, nou, dan gaat er veel insuline verloren. Dat kost heel veel geld. Ja, en hoe doe je het qua innametijd, andere medicatie? Als je een maagaandoening hebt, als je zo'n vertraagde maagontlediging hebt, dan, ja, dan blijft het een tijdje hangen en dan heb je er niks aan. Dus het lijkt heel simpel, maar als je dat in de praktijk gaat vertalen, is het eigenlijk hartstikke lastig. Een van de nieuwe mogelijkheden is insuline te verpakken in een driehoekige capsule. Het is wel een fantastische technologie, want dat hadden we niet kunnen bedenken. Capsule zit dus een punt, een naaldje, een mini-naaldje. En op het moment dat je dat capsuletje hebt ingeslikt, komt in de maag dat naaldje tevoorschijn en die prikt zich als het ware aan het slijmvlies en die spuiten dan als het ware die insuline naar binnen. Dus het lijkt wel science fiction, dus of het echt ooit wat gaat worden is vraag 2, maar het idee is wel heel origineel. Dus als we kijken, dit zijn 2 innovaties en natuurlijk een hele belangrijke zijn de digitale technieken. Eén daarvan is de smart pen. Er zijn verschillende van dit soort pennen op de markt, of die komen op de markt. En dat die ontwikkeling daarvan liet ook zien dat je als hulpverlener niet altijd weet wat jouw mensen eigenlijk willen. Want als je dan vroeg van, goh, zou die smartpen wat zijn, hè, die dus aangeeft van of ik wel of niet gespoten heb s'avonds. Dan dacht ik van, nou, ik weet niet of dat nou wat is. Maar als je dat aan iemand met diabetes vroeg, die bij je komt, die zegt van, dat wil ik hebben. En ik zeg, waarom dan? Hij zegt, ik vergeet het elke dag. En dat maakt het dus ook makkelijker om toe te geven dat het ontzettend moeilijk is. En dat ik denk dat ik ja, dat iedereen wel eens keer dagen vergeet. Of dat je denkt van, ja, heb ik het nou wel of heb ik het nou niet gedaan? Geen idee. Zeker als je daarna een hypo hebt gehad, dan kom je dat nooit meer, dan weet je dat niet. En dan moet je dus kiezen, zal ik wel spuiten en dan lig ik dadelijk nog in een hypo? Of doe ik het niet en dan lig ik morgen te hoog? Dus die scoort eigenlijk heel hoog. En dan zie je ook dat als je dat dus iemand geeft, daar is een studie naar gedaan, zie je dat de time in range, wat onze nieuwe holy grail is van die moet zo hoog mogelijk zijn, die neemt als 10% toe. En dat geldt dan in de technologie als een significante verbetering. Dan denk je, goh, wat is makkelijker dan dit? En je ziet dat het toch beter gaat. Volgens mij had ik hier een plaatje van gemaakt. Ja, die smartband onthoudt dus hoeveel insuline gespoten is. Je kan dus zien wanneer je niet gespoten hebt, mocht je dat niet meer weten. Je kan een verbinding met allerlei andere devices maken. En er is dus 1 studie geweest en je ziet dat de tier 4 tot 10 millimol per liter is plus 7,9%. En time above range min 7,5. Dat is ongeveer een soort yin-yang. En ook dat je minder vaak laag zit. Dus dat is eigenlijk een prachtig ding als het zou blijven doen. Als het alle tests kan doorstaan. En dat is eigenlijk heel erg simpel. Nou, we hebben natuurlijk de CGM, de continu glucose meting. Nu is de Freestyle Libre eigenlijk het meest populaire ding. En een van de redenen daarvan is dat het toch wat meer
patient empowerment geeft. Dat je nog steeds de baas bent van het zelf meten. In plaats van dat dat ding jou gaat vertellen van je moet nu dit doen of je moet nu dat doen. De hybrid closed loop is dus de ultieme, het ultieme wat we nu hebben. En we merken wel dat het heel erg van persoonlijkheid en van leeftijd afhankelijk is hoe acceptabel een hybrid closed loop is. En het kan ook best zijn dat iemand bij 20 zegt van, of als de puberteit komt van, het is goed met je, maar ik wil iets wat niet zichtbaar is en wat niet afgaat. En als iemand dan 30 geworden is, zegt van, nou, misschien dat ik toch wel weer terug wil naar dat ding van vroeger. En dat moet dus ook mogelijk zijn. Oh, dan ga ik snel. Dus dat is het meest geavanceerde wat we hebben. En iedereen is natuurlijk heel erg geïnteresseerd in de bihormonale fully closed loop. Daar komt dus insuline en glucagon bij elkaar. Eén ding wat je wel moet kunnen, en de vraag is hoeveel mensen dat ook echt kunnen, is dat je, wanneer je dat ding aanschakelt, dat je dus zelf helemaal niks meer kan doen. Het is niet eens dat je niks mag doen, maar je kan het niet eens doen. Dus je moet op je handen gaan zitten. Je moet dat ding het laten doen. En ik weet heel wat mensen die dat echt heel moeilijk vinden. Omdat die zeggen, ja, ik wil toch iets. Nee, dat kan niet. Ja, je kan wel bijspuiten, maar dan is dat ding natuurlijk ontregeld. En dat is degene waar we nu in Nederland een toch wel bijzondere trial gaan doen. Mede op geld van de overheid. 10 miljoen, dat is nog niet slecht. Om te zien of dat nu een grote sprong voorwaarts zou zijn. Het lijkt heel goed. Maar wij moeten eens gewoon zien, we bewijzen dat het ook zo is. Want die bihormonale fully closed loop betekent dat je 2 sensoren hebt, 2 pompen hebt met katheter. En daartussen zit dan een algoritme die zorgt dat alles goed gaat, als het goed gaat. Zo ziet dat eruit. Dus hier moet je mee willen rondlopen. En rechts zie je dat is de time in range. En je ziet dat van links naar rechts neemt dat steil toe. Maar je ziet ook dat degene die al hoog zitten aan het begin, ja, daar verandert eigenlijk niet zoveel. Dus dan is de vraag, wie heeft nou het meeste voordeel van die fully closed loop als die werkt? En wie bepaalt dat? Ja. Nou, nog een klein stukje over de transplantaties. Die beta cell transplantaties die in het LUMC gedaan worden. We hebben allemaal patiënten waarvan die zegt, ik wil een transplantatie hebben, waar je denkt van, nou jongens, dat gaan we niet doen. Er is zoveel aan de hand of je bent zo raar bezig. Als je het aan de transplantatieteam in Leiden vraagt van wie komt er nou in aanmerking, is het eigenlijk heel simpel. Iedereen met een type 1 en iedereen met een probleem dat door de transplantatie opgelost wordt. Als je een chronische orgaancomplicatie hebt, of bijvoorbeeld iets aan het netvlies hebt wat het zicht vermindert, stuk is stuk. Dus dat kun je gewoon niet meer voorkomen. Dus dat is niet de reden. Maar wel als mensen niet compliant zijn en je daar wat aan wil doen. Die beta-cellen komen uit de donoren, dat is wel een issue. Want dat moet dus uit de humane lichamen komen. En Nederland doet niet zoveel aan donoren exporteren. Dus als je geen donor exporteert, is het ook lastig om heel veel donoren te importeren. Ze moeten in de patiënt worden geïnfundeerd via de poortader. Ze komen dus niet in de alvleesklier terecht, ze komen in de lever terecht. En het lichaam wil dit in principe niet, want het zijn vreemde lichamen. Dus die gaat een afstotingsreactie geven. Dat betekent dus dat je wel aan de afweer onderdrukkende middelen moet zitten. Dus dat is wel iets wat je moet overwegen van, kom ik daarvoor in aanmerking en wil ik dat wel? De andere ontwikkeling is een barrière-methode. Die is nog wel experimenteel, waarbij je donor beta-cellen kweekt en die op de een of andere manier onbereikbaar maakt voor je afweercellen. En dat is geen nieuw idee. Daar wordt al meerdere keren in de loop van de geschiedenis aan gewerkt. Maar je moet een soort immunologische grot maken waar geen enkele afweercel in terecht kan komen. Het is een mooi idee. Het is goed om het te ontwikkelen, maar ik denk dat het nog wel een hele lange weg is voordat dat beschikbaar zou kunnen komen. Een belangrijke vraag is van hoe gaan we dit nu eigenlijk allemaal doen? Want er zijn heel veel pompen, heel veel sensoren, heel veel ontwikkelingen en dat kost allemaal heel veel geld. Maar hoe komt dat nou bij de slachtoffers, bij de patiënten met een type 1 diabetes? Nou, het begint met een onderzoek naar de werkzaamheid. Wat is het effect?
wat is de veiligheid en werkt het bij iedereen even goed? Dat is altijd een moeilijke vraag. En tegelijkertijd, en dat doen we natuurlijk bij onze studie over de bihormonale pomp ook, je kijkt naar die directe kosten, hoeveel kost het eigenlijk? Indirecte kosten van middelen en of je vaker van werk moet verzuimen, dat soort zaken. En dat bij elkaar levert dat de kosteneffectiviteit op. Dat wil zeggen, hoeveel effect heb ik en wat is dan de prijs? En als je zegt van voor 10% meer time in range kost je dat per persoon 1 miljoen, ja, dan gaat het dat niet worden. Maar krijg je dat voor 50.000 euro? Nou, daar kunnen we het over praten. De volgende vraag is natuurlijk, ja, wie bepaalt dat dan eigenlijk? Nou, in essentie doet dat de minister. Die zegt ja of nee. Maar die heeft daar natuurlijk helemaal geen verstand van. Dus die laat zich door het Zorginstituut van advies dienen. En die bekijkt wat wij gedaan hebben, nog een keer. En die zegt van, goh, dit is de rekening die je krijgt. Wil je dat of wil je dat niet? En of je dat wel of niet wil, daar kunnen we helemaal geen invloed op hebben. Klein beetje, want we zijn een consensusland. Dus we hebben een ronde tafel waar alle relevante beroepsgroepen, patiëntengroepen zitten. Die in meestal gemoedelijke sfeer proberen tot een soort compromis te komen van wat vinden we daarvan. En dat zijn niet zomaar mensen, want dat zijn vertegenwoordigers van beroepsgroepen. Dus de Nederlandse internistenvereniging als beroepsgroep zit daar ook. Zitten daar met z'n drieën. En daar verdedigen we als het ware hetgene wat wij denken dat de juiste weg voorwaarts is. En als we dan een richtlijn maken, geldt die richtlijn eigenlijk ook als richtlijn. Maar dat is een, wat zullen we zeggen, ingewikkeld spel. En als gewone dokter zit je af en toe te denken van, goh, zat ik maar gewoon in mijn spreekkamer, dan voel ik me toch iets meer sedang. Maar uiteindelijk is het niet per ongeluk of niet toevallig dat iets wel of niet verzekerd wordt. Daar zit wel een deels ook financiële rationale achter. En dat was, dacht ik, mijn laatste plaatje. Ja. Ja. Dank, dokter De Valk. En het grote punt is natuurlijk met die vergoedingen ook, dat het leven kan veranderen, de levensfases kunnen veranderen. Ja. En hoe werkt dat? Ja, als je zegt van, ik wil van behandeling veranderen, lopen zeker bij de technologie aan tegen de verzekeringsperiodes. En die is 4 jaar. En wat de verzekeraar ook zegt, die is 4 jaar. Ja. En wat we graag zouden willen, is dat je zegt van, als je een nieuwe pomp wil hebben of als je een andere sensor wil hebben, kun je die niet een weekje, net zoals je zegt, kun je niet een weekje uitproberen. Ja. Want soms lijkt het heel leuk, maar heb je een freestyle en binnen 2 dagen liggen er 3 op de grond. Dat kan. Ja. Nou, dan ben je toch niet helemaal de persoon daarvoor. Of dat je zegt van, nou, ik vind zo'n hele kleine omnipot vind ik wel wat. En dan draag je hem. Nee, goed, dan ga je uit volleyballen en vervolgens liggen de 2 omnipots op de grond. Dus denk, doe dan wat anders. Maar dat is ook een lastig traject om dat voor elkaar te krijgen. Want als iemand dus die pomp niet wil, ja, wat doe je dan met die pomp? Die kan je niet 1, 2, 3 zo makkelijk aan een ander geven. Maar het zal wel verkeerde keuzes voorkomen. Want de ervaring leert dat een verkeerde keus is maar heel moeilijk om onder die 4 jaar uit te komen. En het is niet alleen maar, het kan ook echt te maken hebben met je levensfase. Hè? Als zeker, je nog zeker. Onder de ja. toezicht van je ouders woont ja. en je gaat op kamers ja. en studeren, ja. kan ik me voorstellen dat er hele andere keuzes ja. gemaakt zouden kunnen worden. En ja. die gewoon uiteindelijk de zorgkosten ook omlaag brengen. Ja. En dat grotere geheel, ja. daar zit je ook onder andere voor in, in de commissie. Zeker. En het is ook bijvoorbeeld helemaal niet gek als je 18 wordt of 19 wordt en je gaat studeren, je gaat ergens op kamers, dat je denkt van, goh, ik wil die pomp eigenlijk niet. Ja, dat moet ook bespreekbaar zijn. Ja. Omdat je denkt van, ja, hoe doe ik dat als ik een avondje uitga? Ja. Of hoe doe ik het op de club of op de sportclub of wat dan ook. En ik denk dat nog heel veel mensen met diabetes het lastig vinden om te vertellen wat ze hebben. Of dat het ineens blijkt wat je hebt. We zien dat ook voor bij mensen in het zakenleven of bij banken, et cetera. Die zeggen van, ja, weet je, die zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks. Die hebben het idee, het schaadt mijn carrière.
Terwijl de vraag is of dat überhaupt zo is. Ik denk inderdaad niet. Nee. Maar ja, weet je, dat gevoel van ja, niemand hoeft te weten wat ik heb. Dat is heel helder. Dat is ook heel goed. Aan de andere kant moet het ook niet tegen je gaan werken. Omdat je denkt van, het is toch iets met die mevrouw daar. Dat je denkt van, ja, dat is toch vervelend. En het kan juist ook bijdragen dat er heel goed te leven is met type 1. Ja. Mits de omgeving en je hele regulatie. En dat zelf, dat patient empowerment goed is ingevuld. Ja. En daarin ook dat de flexibiliteit. Ja, wat heel lastig is, dat zeker als je geen onderscheid maakt tussen een type 2 en een type 1. Dat je zegt, aan een type 1 kan je gewoon helemaal niks doen. Zou niet weten hoe. Terwijl bij een type 2 denk je, ja, weet je, dan had je wat minder dik moeten zijn. We hebben heel veel mensen die hartstikke dun zijn en ook hartstikke type 2 hebben. Dus in die zin wordt het zodanig gegeneraliseerd dat het eigenlijk heel oneerlijk is. Ja, ja. Dank voor uw toelichting op deze slides. Het hele webinar is sowieso terug te kijken. Ook het begin, wat natuurlijk een beetje rommelig is verlopen. Dus dat sowieso. Maar we gaan naar een aantal vragen. Want die zijn denk ik voor heel veel kijkers heel interessant. Ik begin met Stefan. Die vraagt aan dokter De Valk. Zijn er ontwikkelingen die kunnen helpen bij sterk stijgende bloedsuikers? Vooral in de ochtend. Nou ja, herkenbaar hoor ik hier aan tafel. Ja. Nou ja, als je zegt van wat is de oplossing die we nu hebben? Je kan het niet met gewone insulines spuiten oplossen, lukt je niet. Daar heb je een pomp voor nodig. En feitelijk heb je daar een interactieve pomp voor nodig die ervoor zorgt dat je in de ochtend niet meer stijgt en eigenlijk een normale waarde hebt. En als je dat doet, is een belangrijk deel van de patiënten die dat doen, die zeggen dan, ik word veel beter wakker. En ik ben weer leuker voor de mensen om me heen, met name 's ochtends. Dat je denkt van ja, dat is natuurlijk iets wat je zeg maar niet in een klinisch onderzoek boven water krijgt. Dat gaat meestal over getalletjes, et cetera. Maar dit is de beleving, of eigenlijk de ervaring, dat je zegt van oh ja, als je dat hebt, zou dat een hele goede reden kunnen zijn om voor zo'n pomp te gaan. Alleen dan in de huidige situatie moet je dan wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Ja. Dat zijn weer die voorwaarden waar u net over sprak. Ja. Arjen die vraagt ook, als een persoon gekoppeld is aan 2 pompen en sensoren, dan is dat, ja, dat is natuurlijk super belastend. U heeft het net ook al even laten zien. Dat moeten we met elkaar praten. Dat is meer aan je lichaam. Ja. Dat heeft natuurlijk ook weer straks te maken met keuzes en met. Ja, nou ja, kijk, daar zeg je van, als je vraagt van wil je zo'n pomp hebben, zegt bijna iedereen, ja, geef maar, dat wil ik wel. Alleen als je dan realiseert van hoe groot het is. Dat wordt allemaal wel kleiner, maar desalniettemin nu niet. En dat je zegt, je zit helemaal ingesnoerd in sensoren en in pompen. Ja, wil je dat eigenlijk wel? Of zeggen, en als je bijvoorbeeld met een pomp en een freestyle een time in range hebt van 85. Dan kun je ook zeggen, nou, voor de chronische orgaancomplicaties ben je er al heel goed bezig. Ik hoef die andere niet. Of ik hoef hem niet nu. Of ik wil het alleen voor mijn zwangerschap, dat hebben we natuurlijk ook. Ja. Dat kan, dat zou dus allemaal moeten kunnen. Dus het is ingewikkelder is niet altijd beter. Er is geen oplossing voor. Nee. Er is ook niet één oplossing om type 1 de wereld uit te krijgen, zeggen wij altijd. Er zijn meerdere wegen die uiteindelijk ook naar genezing zullen gaan leiden. Ik heb meer vragen. Ik heb ook een vraag aan Ellie. Waren er vroeger in jouw directe omgeving andere mensen met diabetes met wie je kon sparren? Of was je heel eenzaam en alleen? Er waren in mijn omgeving geen mensen, kinderen. Ik ben alleen, toen ik 5 was, ben ik voor het eerst naar het kinderthuis van de diabetesvereniging gegaan. En daar ben ik 5 keer geweest en dat was dan 6 weken lang met alleen maar kinderen met diabetes. Dus dat was, en daar heb ik wel een paar vriendinnen aan overgehouden. Dat waren mijn relaties met diabetes. Ja. En dus daar heb je leren spuiten, vertelde je, hè? Ja, daar heb je het helemaal geleerd. Spuiten. Ja, ja, ja. Ja. Oké, even kijken hoor. Said voor Harold. Zijn er cijfers van aantal diabetescomplicaties vroeger in vergelijking met het aantal complicaties tegenwoordig? Ja. Dus nemen de complicaties af toe of veranderen? Nou, als je zegt, dan zijn er, houden we dat bij, is het antwoord nee. Maar de ervaring leert dat dat er steeds meer mensen zijn die steeds langer hun diabetes hebben zonder enige vorm van complicatie. En het is ook niet zo dat je per se altijd normale bloedsuikers moet hebben om geen complicaties te hebben. En dat als je maar een beetje in de buurt zit van de target range, dat je dan al heel eind komt. Dus de ervaring leert dat we steeds meer mensen zien die steeds langer een diabetes hebben zonder dat er iets aan de hand is.
En komen er ook ander soort complicaties voor? Ontwikkelen er zich ook andere soort complicaties omdat mensen ouder worden? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk weten we wat er kan gebeuren. En ja. Je ziet dat zeker degene die nu 20, 25, 30 zijn, dat die daar over het algemeen best goed in slagen om een redelijk normaal leven te leiden en daar ook volledig happy mee zijn. Dat gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Ik moet nu denken aan een van onze allerleukste patiënten. Die het op zijn 25e kreeg. En hartstikke goed geregeld was, niks aan had. En dan na 5 jaar begon hij te realiseren van wat het eigenlijk precies inhield voor de rest van zijn leven. En dat was wel een soort omslagmoment waar je wel een jaartje doorheen hebt moeten trekken. Omdat je zegt van die psychische component, van gewoon, wat gaat dit nu voor mij betekenen? Ja, die verandert niet. Nee. En die psychische impact is groot. Hè? Daar wordt ook steeds meer studie naar gedaan. Er wordt ook bij JDRF International ook steeds meer studie naar gedaan. Want de 24/7 belasting, hè, die is er altijd. We zeggen altijd, je hebt nooit vakantie van je type 1 diabetes. Ik had een hele interessante vraag van Loes. Wat zijn de ontwikkelingen rond pramlintide samen met insuline? Nou, dat is een hele technische vraag. De pramlintide, daar doen we dus niet zoveel mee en eigenlijk niks, omdat het een heel erg Amerikaans product is, wat iets op de maagontlediging doet. Daar worden dus ook combi-trials gedaan, insuline met dit middel erbij. Maar dat is meer een Amerikaanse ontwikkeling dan een Europese ontwikkeling. Okay. Dus daar moet ik het antwoord schuldig op blijven, behalve dat zij zeggen dat het beter gaat. Maar we kunnen dat nog niet goed afzetten ten opzichte van zeg maar de ontwikkelingen die in Europa aan de gang zijn. Okay, dank. Romy stelt een vraag aan Ilse. Ik heb vorig jaar de diagnose gekregen. Hoe ga jij om met alle goed bedoelde adviezen die je voortdurend krijgt? Ja, herkenbaar. Ja. In het begin heb ik daar best wel moeite mee gehad. Omdat ik het gewoon, mensen die begonnen te zeggen inderdaad van ja, maar als je je voeding wijzigt, dan kom je van je diabetes af. En nee, in het begin werd ik daar heel erg geïrriteerd door en reageerde ik ook best wel geïrriteerd. En naarmate ik het nu, pas 2,5 jaar heb, merk ik wel dat ik denk van oké, weet je, mensen, we zagen het net ook eigenlijk in de cijfers, mensen weten gewoon niet wat type 1 is. Wat type 1 is, wat het inhoudt, wat het verschil is met type 2, maar überhaupt wat diabetes is. En nu probeer ik gewoon toch zo goed mogelijk toch even uit te leggen van joh, het ligt niet zo simpel. Of het ligt er dan net aan wat ze natuurlijk voor goed bedoeld advies geven. Ik probeer het nu vaak uit te leggen. En soms denk ik ook, ik heb hier gewoon geen energie, geen zin in om energie te geven. Dus weet je, dan ik luister naar het advies en dan denk ik bedankt en ik laat het los. Ja. Want anders blijf je erin hangen en maak je het voor jezelf eigenlijk alleen maar moeilijker. Maar wel mooi dat je het probeert ook uit te leggen, hè? En uit te dragen. Ja, het verschil, zeker. Maar ook dat het meest inderdaad, weet je, juist om die anderen te leren van oké, weet je, het is, dit is het, zodat ook zij het weer kunnen doorgeven. Ja. En sommige mensen zijn heel koppig, die blijven zeggen van ja, maar. Ja. Ik denk inderdaad het uitleggen en soms ook gewoon even denken, ik laat het gewoon even los. Ja. Ik heb begrepen dat Margreet toch nog bereikbaar is en in de uitzending is. En Nushka die heeft een vraag voor Margreet. Wat is jouw ervaring met het vinden van een oppas? Onze ervaring is dat het heel ingewikkeld is. En ik kan me dat best voorstellen. Want het vinden aan de ene kant, maar misschien ook het toevertrouwen aan een oppas. Margreet, kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ik heb in het begin gedacht van nou, ik schakel de thuiszorg in en dan is het geregeld. En ik heb daar ook hele wisselende ervaringen mee. Dus ik snap je punt. En ik zie ook dat als veel mensen zich erin verdiepen, dat ze het ook best wel heel erg spannend vinden. Juist bij een jong kind, omdat de waarden zo schommelen. Wat wij uiteindelijk zelf hebben gezegd van ik heb mijn baan opgezegd en het is maar even een paar jaar zo. En we zullen straks zien dat zij zelf allerlei handelingen gaat verrichten en dat de omgeving daarin kan ondersteunen. En dat is even de concessie die wij gewoon hebben gedaan. Want wij snappen ook dat het gewoon heel erg lastig is.
Ja, dan heb je het weer over die concessies waar je het al eerder over, waar jij al eerder over sprak. Dankjewel, Margreet. Mag ik daar nog iets op aanraken? Ja, natuurlijk. Graag. Ik heb toevallig in mijn ziekenhuis had ik een vervangend DVK voor mezelf. En die begon over dat er een bedrijf is, dat had ze volgens mij zelf opgericht. Wat eigenlijk inderdaad mensen die kinderen hebben met diabetes kunnen linken aan iemand, een oppas, die ook zelf diabetes heeft. En ze zijn dat volgens mij nog steeds aan het opzetten door heel het land. Ik weet even niet hoe het heet. Buddies. Jij zei buddies. Ja. Maar die linken dus eigenlijk inderdaad gewoon mensen die op zoek zijn naar een oppas. Mensen met diabetes. Mooi tip, dankjewel. We gaan kijken of we het mee kunnen verwerken in het... Misschien hebben jullie nog wat dan ook. Ja, dankjewel. Ik ga nog naar 2-3 vragen en dan gaan we naar de afronding. Want het is ondertussen bijna 9:15. En we kunnen iets uitlopen door de vertraging. Maar even kijken. De interessante vraag over de kosten. In welke mate wordt er gewaarborgd dat de zorgprofessionals in de diabeteszorg voldoende getraind zijn om in te schatten welke hulpmiddelen tot de beste zorg of kosteneffectiviteit leiden? Gebeurt dat überhaupt? Ja, dat is een hele mooie vraag. Als je zegt, waar haal je eigenlijk de kennis vandaan, hè, en de ervaring vandaan om dit te doen? Ik denk dat de belangrijkste bron is eigenlijk het diabetesteam zelf. Ja. Maar die moet wel voldoende groot zijn, voldoende mensen hebben die voldoende weten om dat ook echt te doen. Dus dat is meer de discussie in het diabetesteam zelf. Daarnaast, wat we zelf ook af en toe doen, is een MDO met ziekenhuizen in de omgeving. Die vinden dat leuk om dat met jou te sparren. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijke vorm. Verder, de diabetesbehandelaar in Nederland zitten allemaal in de diabeteskamer. Dus die praten ook frequent met elkaar, ook over dit soort zaken. En daarnaast zijn natuurlijk de nascholingen. En ook de diabetesverpleegkundige vereniging. Ja. En dat wordt natuurlijk allemaal wel heel veel op een bepaald moment. Maar het is vooral bij de discussie over een hele specifieke persoon. Van wat denk je dat nou voor's en tegen's zijn. Ja. En je kan nergens naar school voor de kosteneffectiviteit. Ja. Dat zijn dingen die uit de praktijk moeten blijken. Ja. Ja. Dank voor al deze vragen en antwoorden hier aan tafel. We hebben nog één vraag staan. Kunnen we iets ondernemen om polyneuropathie volgens mij tegen te gaan? Ja, dat is natuurlijk een complicatie waar jij het ook al even over had, Ellie. Kan u daar nog iets over zeggen? Nou ja, eigenlijk zeg je van een polyneuropathie die ontstaat, is ontstaan en gaat ook niet meer weg. Het kan zijn dat symptomen veranderen. En soms zie je ook dat als je mensen onderzoekt die bijvoorbeeld 20 jaar diabetes hebben, dan vind je dat ze bijvoorbeeld die stemvork niet meer voelen, maar die hebben helemaal geen klachten. Nee. Dus het kan heel verschillend zijn. Maar met name natuurlijk de pijnlijke neuropathie is heel vervelend. En ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen, behalve pijnstilling. En die is altijd, die schiet altijd tekort. Dus als het eenmaal aan de gang is, als je het eenmaal hebt, gaat het in principe nooit meer weg. Het kan zijn dat de klachten veranderen of dat je minder klachten krijgt. Maar het is wel een hele vervelende complicatie, omdat je bijvoorbeeld ook in het donker wordt je een stuk onzekerder, want die drempel zie je niet. En iemand met een neuropathie kan struikelen over een drempel die wij niet eens kunnen zien. Nee. Dus dat wil je het voorkomen, dan ligt het echt in het begin. Ja, in het voorstadium. Ja, daar komt het in. En ik vind dit nog wel een hele mooie laatste vraag. Die langwerkende insuline met 1 keer per week injecteren. Ja, dat altijd de vraag, wanneer komt het? Alle webinars die we doen met alle wetenschappers. Ja. Wanneer is die genezing daar? Ja, om het idee te geven van hoe dat dan gaat. Dan zeg je, het heeft natuurlijk een lange voorgeschiedenis dat het gemaakt moet worden. Dat het idee in een molecuul terecht moet komen. Vervolgens moet je kijken in het proefdier van of dat proefdier niet omvalt. Vervolgens ga je naar de mens toe. Dan moet je laten zien dat het werkt. En tenslotte is het ook nog zo dat je dan moet laten zien dat het minimaal even goed is als de insulines die we hebben. Maar zeker voor de mensen met een type 1 hebben we daar goede hoop op. En als je zegt, wat is dan de tijdsas? Hangt ook van de fabrikant af, overigens. Maar dat zou 2 jaar zijn, 3 jaar zijn. Ja. Oh, dat is wel hoopgevend. Zijn er andere vragen van jullie aan Harold of andersom? Zijn er vragen? Op het laatste stukje.
insuline die langer zou gaan werken. Hmm. Hoe gaat het dan met maaltijden? Wordt het je basale? Nee. Want je basale insuline is zuiver en alleen om je eigen glucoseproductie te remmen. Maaltijden staan er helemaal los van. Dus die doe je net als anders. Dus je komt niet los van spuiten tijdens de maaltijd? Nee. Dus het gaat van vier keer... Een stukje realiteit. Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut. Ja. Maar het kan dus eigenlijk ook een nadeel wel geven... dat stel je inderdaad, je gaat ineens een hele dag sporten... en je hebt... Ja. Natuurlijk nu met de pomp kan je zeggen, ik stop mijn basaal. Ja. En dat zou je dan dus niet hebben. Ja. Ik denk dat het positieve is dat je kan kiezen wat je wil. Ja. Eigenlijk. En als een pomp beter is, is een pomp beter. En als een lang werkende insuline beter is. Ja. Ja, je hebt de keus. En het is niet iets aan te zeggen, dit is nou een tovermiddel voor iedereen. Die gaan we niet krijgen. Er zitten duidelijk nadelen ook aan de... Je moet goed nadenken van, wil ik dit of wil ik dat niet? Ja. Ik zou dus dan niet mijn pomp inruilen voor de insuline... voordat je zeker bent dat die insuline het beter doet dan die pomp. Wat is het belangrijk dat die innovatie sneller gaat... dat die beschikbaar komt voor diverse levensfases en voor iedereen? Wat is het belangrijk dat die versnelling komt? Nou, ik ga het nog één keer vragen. U kunt natuurlijk doneren voor onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Internationale wetenschappers werken samen aan de oplossing, maar ook aan het voorkomen van complicaties, aan nieuwe vormen van insuline, aan nieuwe technologieën. Ik maak meteen een heel belangrijk bruggetje, want het is natuurlijk november, de Diabetes Awareness Month, bijna Werelddiabetesdag. Wij hebben een challenge gestart waar iedereen aan kan meedoen. We hebben dat al even benoemd in het begin. Je kunt je gewoon nog inschrijven. Het is heel makkelijk. Je maakt een actiepagina aan. Je kan geld ophalen door iets te doen, 100 keer of 10 keer, maakt niet uit. Maar het is een hele sportieve manier. Dus dat kan. Weet ook dat wij op 2 december aanstaande een heel interessant interactief webinar hebben. Wat heel uitgebreid is. Professor Dr. Bart Roep gaat eraan meewerken. Die zal aanwezig zijn in het hoofdprogramma. Maar we hebben ook Dana Lewis. En voor veel loopers... zeer bekend. Zij is echt zij heeft het loopen ongeveer uitgevonden. Zij gaat de tips en tricks, maar ook haar ervaringen delen over het loopen en hoe ze daar gekomen is en hoe dat kan bijdragen. Dat draagt ook weer bij aan dat persoonlijke. Hè, wat is voor wie geschikt? Daar zal Dana Lewis ook op ingaan. Maar ook alle verschillende fabrikanten zullen aanwezig zijn om de vragen te beantwoorden, de interactie op te zoeken voor de hele specifieke vragen waar wij in dit soort webinars normaal niet op ingaan. En het leuke is dat je de verschillende rooms kan bezoeken gedurende dat webinar. Dus 2 december, je kan je al inschrijven. Het staat gewoon op onze website. Dan heb ik als derde nog even natuurlijk de vraag, wilt u aan het einde van de webinar 5 vraagjes beantwoorden? En ik weet zeker dat er misschien 1 vraagje minder beantwoord gaat worden, want de techniek heeft ons een beetje in het steek gelaten, waarvoor nogmaals heel veel excuses. U kunt het webinar terugkijken op binnen enkele dagen zal dat op de website staan. De enquête benoemt belang van onderzoek. Wij vragen natuurlijk om donaties van type 1 naar type geen. Want insuline is een behandeling, maar het is geen genezing. Het is niet het voorkomen van type 1. Het is niet het voorkomen van de diagnose. De JDRF Internationaal doet heel veel aan het vroegtijdig opsporen naar signalen. Doet heel veel aan de diverse oplossingen. Daar is heel veel geld voor nodig. Dus steun ons. Ik dank vooral... de gasten hier aan tafel. Heel erg dank voor de komst. Voor alles wat jullie voor ons vakgebied doen. Voor jullie als vrijwilliger doen. En hier deze avond hebben willen bijdragen. Vanuit jullie kennis en ervaring. Ook Margreet vanuit het verre noorden. Verbonden via camera en tv. Dankjewel Margreet dat je je verhaal wilde delen. En we zien je blogs heel graag terugkomen op onze website. Dank ook alle donateurs. Dank de sponsors. Zoren. Dank team hierachter wat het allemaal heeft geregeld. En dank ook vooral alle vrijwilligers die ons werk echt mogelijk maken. Ik wens u allen een hele prettige avond. We gaan op van type 1 naar type geen. En we zijn super dankbaar dat 100 jaar geleden insuline is uitgevonden. Dank voor uw aandacht.
Thank you.